Bridget Jones zelf en alle andere romcomheldinnen is hier Doris. Iets wat onhandig, opeens 45 en met een heleboel dromen die niet in vervulling zijn gegaan. Ik was al heel erg fan van de serie uit 2013 en nu is er een speelfilm. Uit de pen van Roze Ouwehand en met Tjitske Reininga in de hoofdrol. En vanavond is het de première op deze goudgele loper en ik ben heel benieuwd. Let's go! Hoe gaat het? Heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Maar ik ben wel ook wel zenuwachtig, ja? Zal ik eerlijk zeggen. Ja, het is toch gewoon spannend dat iedereen het nu gaat zien. Maar het is wel een op zichzelf staande film. Je hoeft niet de serie gezien te hebben. Wat verwacht je van de film? Ik verwacht een hele grappige en ik denk ook ontroerende film. Ja, ik heb er heel veel zin in. Hey. Het gaat niet zo goed met mij. Ik ben 45 en ik ben een sneu geval. Zonder baan, zonder man, zonder geld, zonder plan. En waar gaat Doris nou echt over, vinden jullie? De totale ongemakkelijkheid van het echte leven. Ja. Dat is denk ik hoe ik het zou zeggen. Wij zijn heel blij en trots op, omdat het heeft iets heel echts en eerlijks. Het is niet de hele tijd een filmster die je ziet lopen of zo. Weet je, het is wel echt iemand, vind ik, Doris. Wacht, heel even, dat armbandje, dat is van mij. Hij is van mij! Nee, natuurlijk is het niet van jou. Heb je gezien wat erop staat? He, van Tim voor mijn BFF. Ken jij iemand die Tim heet? Doris die wordt verliefd op haar beste vriend. Heb jij wel eens zo'n situatie meegemaakt dat je niet wist wat je daarmee moest? Dat was mijn man. Is mijn man, nog steeds. Maar wij waren 3 jaar lang hele goede vrienden en toen werden we opeens verliefd. Nee, nooit op mijn beste vriend. Mijn beste vriend is gewoon homo, dus dan is het makkelijker. Maar, en mijn beste vriend is haar vriend, dus dat is ook niet heel slim. Maar Roos en ik op een bepaalde manier lijken we heel erg op elkaar. Zij schrijft echt zoals ik graag had willen schrijven. Alleen zij kan het. Ik hoor altijd haar stem, ik zie haar altijd lopen. Maar het is niet, zij is het niet natuurlijk, maar ze zit wel een beetje erin, maar ik zit ook in. Maar eigenlijk van jullie toch? Ja, en alle vrouwen die ik ken, die zitten er wel een beetje in. Ja, daar loopt mijn moeder. Mijn moeder zit er ook een beetje in. Ja, natuurlijk, al je verhalen die van, ja, dat stop je er allemaal een beetje in. Wil jij los van de gewone score die je kent, 8 liedjes schrijven voor deze film? Ja. En toen ben ik die 8 liedjes gaan schrijven die een beetje parallel het verhaal vertellen van de hoofdrol speelt. Leven is geen met croissantjes en softijs overladen kampeerfestijn. Ik heb een soort hele onsamenhangende vorm aangenomen. Ik ben een soort, soort vla. Wat is jullie leukste herinnering aan die draaiperiode? Ja, we hebben op een gegeven moment één scène gedraaid met in een soort kasteeltje. En toen zijn mijn haren in de krul gezet. Ja, met zo 2 krulletjes hier. Ja. Zo heel ouderwets, als een soort lakeitje. Toen ik daarna mijn haren uit die hele situatie wilde halen, had ik gigantische bos krullen. Dus dat vond ik heel grappig. Ja, ik vond dat Engeland, dat was natuurlijk wel een beetje een droom. Want ik wil mijn hele leven aan Sense and Sensibility en dat soort dingen spelen. En het ziet er ook waanzinnig goed uit, vind ik. Echt als een Engelse BBC-achtig. Dus dat vond ik wel het allerleukste om te doen. Ja, eindelijk in een kostuum. Ja. Eindelijk met paarden en kastelen. Ja, ook allemaal niet heel feministisch, maar wel heel erg leuk. We gaan nog heel veel bijzondere dingen maken, ja. Ja, nou, ik hoop dat wij nog ooit iets samen iets gaan maken eigenlijk. Deze? Dat lijkt me, dat is me zo goed bevallen. Nee, maar dat staat ook op stapel, toch? Dat lijkt me heel erg leuk. Dat is al duidelijk dat we dat gaan doen. Met jou en met Tjitske nog iets maken, dat lijkt mij het allerleukste wat er is.